De lancering van de Mustang in Europa heeft Ford geen windeieren gelegd. We hebben er dan wel 50 jaar op moeten wachten en het is duidelijk dat de markt er al heel lang op aan het wachten was. Nu, vrij snel, om de trein gaande te houden, lanceren ze een opgefrist model. Ford noemt het een nieuwe Mustang, wij noemen het een facelift. Ik zou zeggen, kom eens dichterbij en we gaan kijken wat er juist allemaal nieuw is. Beginnen doen we alvast met het uiterlijk, want uiteindelijk kijken we daar toch allemaal eerst naar. Grootste visuele nieuwigheid is de voorkant. Die valt een pak lager uit en zorgt ervoor dat hij een betere stroomlijn heeft. Niet alleen dat, Ford heeft zich ook toegespitst op een betere neerwaartse druk. En die neerwaartse druk zorgt uiteraard voor meer grip op de vooras. Nu we het toch over die vooras hebben, is ook een grote nieuwigheid op bandendepartement. Bij de V8 gaan de P0's eruit. In de plaats plaatst Michelin nu die Pilot Sport 4S banden. Stukken beter op het droge, maar ook een stuk beter op het nat. Ze kosten wel een serieuze duit meer. Toch zegt Ford dat hij er ongeveer 25.000 kilometer toe mee moet komen. Maar laat ons eerlijk zijn, geen enkele Mustang-eigenaar rijdt 25.000 kilometer met één set banden. Dus je bandenboer gaat blij zijn. Praten over de Mustang zonder de motor aan te halen, dat klopt gewoon niet. Voor in de V8-versie nog steeds die 5-liter V8, atmosferisch en tegenwoordig 450 pk sterk. Is dat nog niet genoeg voor jou, dan komt er op termijn nog de Bullet-versie. Die een andere intake en wat dan ook krijgt van de GTR 350... en nog net dat tikkeltje extremer zou moeten zijn. Niet dat je in België al te klagen hebt met nogmaals een 5 liter V8. Nu we het toch over die motor hebben, die krijgt een andere uitlaatlijn. Het is te zeggen, Ford installeert een zogenaamde Good Neighbor Mode, waardoor dat een stuk minder fel moet klinken als je 's ochtends om 6 uur vertrekt. Maar daar geven wij niet echt om, want wij willen gewoon de pure sound. En bij deze... Je gaat daardoor alvast niet aan denken dat de Mustang alleen maar show is. Want er zit ook wel knappe technologie onder. Buiten die stukken betere banden zit er ook Magnetic Ride onder. Net een soort van ophangingssysteem, waarbij het vooral om de dempers en veren draait, daar zitten magneetjes, die kunnen aangesproken worden waardoor de wagen een stuk strakker, maar ook een stuk comfortabeler kan worden. Best of both worlds, maar vooral op circuit en op de binnenbaantjes, zou het ervoor moeten zorgen dat de Mustang een stuk strakker de bocht omhoekt. Ford dacht trouwens ook aan de tech geeks, want voortaan vind je in de Mustang een 12-inch digitaal scherm pal voor je neus. Afhankelijk van de setting waarin je rijdt, Sport, Sport Plus, Normal, Track, whatever, verandert ook het uiterlijk van die cluster. Zo kan je de Ford GT najapen. Zo, dat waren in het kort de nieuwigheden van de facelift Mustang. Ten slotte laat ik jullie nog na met een toffe sedatje. In Europa is het merendeel van de verkochte Mustangs een V8. In Amerika, je zou hetzelfde denken, maar merendeel van de verkochte Mustangs in Amerika zijn viercilinders. Toch eentje om over na te denken. Daag! En ik sta nog altijd in beeld, want dat is de keibreden eens.